Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over David verslaat de Filistijnen naar aanleiding van 2 Samuel 5, vers 17 tot en met 25. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. 2 Samuel 5, vers 17 tot en met 25. Toen de Filistijnen hoorden dat zij David tot koning over Israël gezalfd hadden, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, daalde hij af naar de vesting. De Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Rephaim. David vroeg de Heere: "Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult u hen in mijn hand geven?" En de Heere zei tegen David: "Trek op, want ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven." Toen kwam David in Baal Perazim. David versloeg hen daar en zei: "De Heere is voor mij uit door mijn vijanden heen gebroken, als een doorbraak van water." Daarom gaf hij die plaats de naam Baal Perazim. Zij lieten daar hun afgoden achter en David en zijn mannen namen ze mee. Daarna trokken de Filistijnen opnieuw op en verspreidden zich in het dal Rephaim. David vroeg de Heere om raad, die zei: "U moet niet optrekken. Maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen. En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u zich dan haast, want dan is de Heere voor u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan." David deed zo, zoals de Heere hem geboden had, en hij versloeg de Filistijnen van Geba af tot waar u bij Gezer komt. Tot zover de schriftlezing. Een van de taken die David had, was het verlossen van het volk Israël van de Filistijnen. Deze opdracht lezen we een paar hoofdstukken eerder in 2 Samuel 3 vers 18. Deze agressieve buren vielen hen keer op keer aan, een soort Russen dus eigenlijk. David, zijn voorganger, koning Saul, had de aanvallen tot nu toe niet weten te stoppen. David had de Filistijnen al gevoelige slagen toegebracht toen Saul nog koning was. Dus toen ze hoorden dat David de nieuwe koning was, probeerden de Filistijnen dit in de kiem te smoren en vielen ze aan in een poging David te doden en daarmee zijn bewind omver te werpen. De Filistijnen zagen daarbij echter iets belangrijks over het hoofd. Onder het bewind van Saul konden de Israëlieten het niet van hem winnen, maar er was een cruciaal verschil tussen Saul en David. De Heere had zich teruggetrokken uit het leven van Saul en was niet meer met hem. Maar de Heere was wel met David. Dus waar de Filistijnen het eerst moesten opnemen tegen Saul en zijn leger, alleen mensen dus, staan ze nu tegenover de Heere. Voordat David de aanvallen tegemoet treedt, vraagt hij eerst om raad aan de Heere. Hoe vaak doen wij dat vandaag nog? Als we voor een moeilijke beslissing staan, ons eerst tot de Heere wenden? Wij krijgen doorgaans niet meer op die manier antwoord als dat David dat kreeg. Maar wij kunnen onze zorgen en vragen wel bij de Heere neerleggen en bidden om leiding om de juiste beslissingen te nemen. David vraagt ook heel specifiek aan de Heere of hij de Filistijnen in zijn hand zal geven. Daarmee erkent David dat hij hen niet op eigen kracht kan overwinnen, maar alleen als de Heere het hem geeft. Tegelijk kan hij er ook voor 100% op vertrouwen dat als de Heere het hem geeft, dat hij dan ook zeker de Filistijnen zal verslaan.
Na de overwinning geeft David aan God alle eer. Aan de andere kant slaan de afgoden van de Filistijnen een modderfiguur. Ze hadden hun beeldjes, die ze beschouwden als hun goden, meegenomen het slagveld op. Die beeldjes moesten hen beschermen. Maar toen het erop aankwam, werden ze in de pan gehakt. Dat konden deze dode beeldjes niet verhinderen. De overlevenden sloegen op de vlucht, maar moesten alle overbodige ballast achterlaten om een kans te maken te ontkomen. Daarbij lieten ze ook hun waardeloze afgodsbeeldjes achter, die waren alleen maar onnodig gewicht. De Filistijnen hebben hun lesje blijkbaar nog niet geleerd en vallen opnieuw aan. Na de eerste overwinning had David simpelweg weer opnieuw ten strijde kunnen trekken met vertrouwen in nog een overwinning, maar dat doet hij niet. In plaats daarvan vraagt hij opnieuw de Heere om raad. Ditmaal heeft de Heere een ander plan. David moet een omtrekkende beweging maken en dan rustig wachten totdat ze de Heere voor hen uit naar de Filistijnen horen gaan. Zo is nog duidelijker dat de Heere degene is die de overwinning geeft. Laten we van dit gedeelte meenemen hoe belangrijk het is om de Heere te betrekken in alles wat je doet. Deel heel je leven met hem in je gebed. Bespreek je zorgen met hem, dag in dag uit. Bid om zijn bescherming bij alles wat je gaat doen en bid om wijsheid en leiding als je voor moeilijke beslissingen staat. En geef God de eer in alles, in het besef dat je vanuit jezelf niets kunt bereiken, maar dat je de hulp van de Heere bij alles nodig hebt. Als je dicht bij de Heere leeft en hem in alles betrekt, dan mag je er ook op vertrouwen dat hij je zal zegenen. Dat zal zich niet altijd uiten in aardse successen, maar bedenk dat die ook geen eeuwigheidswaarde hebben. Een leven dicht bij hem is het mooiste dat je je in dit aardse leven kunt wensen, in voorbereiding op wat ons te wachten staat aan het einde van het tijdelijke leven. Dan zal een ieder die in hem gelooft voor altijd bij hem zijn. Als je in het aardse leven gewend bent om dicht bij hem te leven, dan zul je ook vol verlangen uitzien naar het moment waarop je voor altijd bij hem mag zijn in de hemelse heerlijkheid. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.